Ik ben Koerd en ik kom uit Syrië en ik woon in Amsterdam. Ik werk sinds december eigenlijk voor het Amsterdamse Buurt Film Festival. En vandaag ben ik hier als coördinator. Ik ben de buurtfotograaf in Amsterdam Zuidoost. Ik ben hier omdat wij afgelopen tijd hebben wij in de zomer in een hele leuk project samen hebben gespeeld. Stap uit de schaduw. Ik heb daar een rol in gespeeld samen met andere deelnemers. En wij hopen dat wij door dit project, dat wij onze stem laten horen over het systeem en mensen die daardoor ook vastlopen. En dat wij gewoon, dat hebben mensen ons project zodanig goed vinden dat wij gewoon winnen, prijs krijgen. Daarom voor deze film het oude maatschappelijk initiatief. En dat is de film Uit de Schaduw. En winnaar van de hoofd, winnaar van de hoofd. In 2021 had ik zelf een inzending voor ABBF. Alleen dit jaar ben ik alleen als kijker. Kijken wat mijn mede-collega's allemaal geproduceerd hebben. Fantastisch, Fred. Dankjewel voor al je werk en dat je het hebt vastgelegd. Ik wil weer de helft van de films mee kunnen kijken of stukjes ervan kunnen zien. En verder ben ik vooral hier buiten bezig met het vragen beantwoorden van mensen over het filmfestival. Ik vind het een hele goede mogelijkheid en kans om één keer per jaar, om één keer zoveel tijden de films laten zien van dat door de bewoners van de buurt zelf wordt gemaakt, zodat men gewoon eigenlijk een kijkje kan hebben in de buurt van Amsterdam, van in West, Oost, Eiburg, Noord, van wat er allemaal gebeurt en wat men gewoon de bewoners meemaken in een film en laat zien. Dat vind ik gewoon super. Het is gewoon een bijzondere mogelijkheid. Hey, hallo. Hey. Ja, shalom. Ja. Echt heel erg leuk om te zien hoeveel mensen erop afkomen. Alle verschillende verhalen die worden verteld door de films, door de filmmakers. En wat dat doet met mensen, dat we daarna ook echt met z'n allen, ja, ik ook, in gesprek gaan daarover. Ja, is echt superleuk. En hoe bevalt het? Prima, je kan een hele hoop van leren hoe ze de shots en de in elkaar gezet hebben. Dus heel leerzaam om naar het werk van je collega's te kijken. Nou, is de eerste keer dat je bij het Amsterdamse Buurtfilmfestival gaat kijken? Ja, dat is mijn eerste keer en niet de laatste keer. En niet de laatste keer? Nee, absoluut niet. Dankjewel. Graag gedaan. Je blijft meedoen. Ja, zeker weten. Ja, ik ben helemaal enthousiast. Ik ben erg tevreden. Ja. De filmmakers hebben erg hun best gedaan om er wat goeds van te maken.